in ieder geval hartelijk dank voor de uitnodiging van de Stichting Vaarzenoot. Voor de uitnodiging om hier een woordje te mogen doen. Vaarzen zegt, sorry. Oh. Ja, ik was. Was dat het lezen en het praten tegelijk? Moet ik niet doen. In ieder geval hartelijk dank voor de uitnodiging. Om hierbij aanwezig te zijn. Proficiat ook. Proficiat familie van de markt met de opening van de zichtstal. Positief initiatief om op die PR is op een offensieve, het is ook al gezegd, niet defensief, maar op een offensieve manier de PR te gaan doen. Ik denk dat ook het feit is dat er trots uitstraalt van de sector om zeg maar, je bedrijf open te stellen en burgers te laten zien hoe je bedrijf opereert. Er zijn ook varkenshouders die zeg maar burgers ontvangen op hun bedrijf. En communicatie is heel lastig. Vaak is één op één communicatie best te doen met een burger. Kun je dialoog aangaan, kun je meningen uitwisselen, zienswijzen. Vaak is het zo dat dit de varkenshouderij de ervaring is. In de algemene beeldvorming worden er vaak heel generieke types of beelden neergezet. Waar we in het verleden heel veel tegen pragmatisch gepositioneerd zijn als een sector voor problemen zijn. Frans Meulemeester zei het ook al compleet terecht. We hebben een hele slag gemaakt in de laatste 10 jaar. Wij vinden dat daar best onderhand honorering mag zijn, ook in de beeldvorming. Je moet ook een stuk hand in eigen boezem steken. Boeren zijn druk op hun bedrijf, met hun bedrijf. Ze zijn niet zeg maar, bezig met PR en die zich ook zich verkopen naar de omgeving. Dit soort initiatieven is natuurlijk wel een nieuw opstapje om zelf offensiever zich te verkopen. Andere sectoren zijn altijd heel gelikt en gehaaid daarin. We hebben toch een stuk boerennuchterheid erin, die ons misschien wel eens in die zin ook een beetje tegengewerkt heeft. In de discussie is ook vaak, het is ook al door andere sprekers gezegd, maar dat is het risico als er meerdere sprekers voor je zijn, is dat als je kijkt naar perceptie van welzijn en dierhouderij, dat vanuit het boerenperspectief, ondernemersperspectief, wij vaak heel nuchter en pragmatisch tegen het welzijn aankijken. En dat is een andere perceptie als een burger vanuit een emotionele discussie heeft. En dan krijg je emotie versus ratio. En nogmaals, dan kun je in communicatie één op één kun je dat wel uitleggen en verklaren en verantwoorden. En maar dat is met massacommunicatie verschrikkelijk lastig. Dit initiatief is een mooi initiatief om in ieder geval uitnodigend te zijn. Om in ieder geval te zeggen, we hebben niets te verbergen. Het is zo, het laat een deel van de sector zien. Een deel van de houderijsystemen van het veelvoud die we hebben en die ook gewoon wettelijk toegestaan zijn. Dat was een initiatief om het zeg maar in een kwalijk daglicht te stellen. Ik vond het ook vanuit Varkens in Zicht het goed zeg maar, neergezet. Dus ook in die uitzending in de zin van... Kom maar gewoon kijken en vorm je eigen zelf een oordeel, vorm je eigen zelf een beeld van wat we doen. En de hoofdboodschap is eigenlijk, u bent welkom, kom maar kijken. Ik wil ook aansluiten met de woorden die de Frans Meulemeester zei over het erkennen van de huidige koppositie. Lopen allerlei discussies en verzoeken om allerlei verruimingen of veranderingen van de wet en regelgeving rondom de varkenshouderij. Ik denk dat we als varkenshouderij een hele slag hebben gemaakt de laatste 10 jaar. We lopen behoorlijk voorop op heel veel issues. Met de rest van Europa en dan helemaal met de rest van de wereld. Er wordt toch van ons verwacht dat wij vanuit Nederland kunnen concurreren op de wereldmarkt met het voorzien van de consumenten van het stukje vlees, waar feitelijk toch het varken toch in die vorm eindigt op het bord van de consument. Dan is het wel zo dat men wel moet honoreren het feit waar wij nu in Nederland al staan. Het kan altijd beter, maar als wij nu al niet gehonoreerd worden met onze huidige koppositie en we worden dan vervolgens geconfronteerd met verregaande eisen die niet gehonoreerd worden vanuit niet de burger, maar vanuit de consumenten, omdat die dan toevallig een aantal pijnlijk heeft op dat moment, dan hebben we natuurlijk wel een probleem. Wij willen de dialoog graag aangaan, dus wij gaan het gesprek niet uit de weg. Ik vind het een goed initiatief. Daarom wil ik ook Arjan en Yvonne succes wensen met hun bedrijf, ook succes met het ontvangen van de bezoekers. Ook Stichting Varkensinzicht succes wensen met de campagne die straks van start gaat en hopelijk dat het veel respons gaat geven.